Welkom iedereen bij mijn Let's Play Chrono Cross. In het vorige deel kwamen we in het hoofdkantoor van General Viper en vochten we met Lynx. En dit wil ik even kijken wat we allemaal hebben gekregen van onze goede vriend Lynx. Oké. Hope Party. Oké. Alles zoals in min 1. Boeit me niet. Equip, ja. We hadden iets nog iets gekregen. Ja, een Power Glove. Shift Attribute of Element Attacks Ref. Oeh, Pendragon. Een Power Glove. Mooi. En we zijn in een hut. Hoe de fuck is zij nou weer? Awesome muziek van Awesomeheid. You finally can looking for your friends there south. Oké, mooi. Maar waarom ben ik de enige die in bed ligt? Moeten we niet rusten? Het is nog maar het begin van de video en ik zet hem nu al op pauze. Dat is niet goed. Laat maar langs vrouw. Oké, dank u. Waar zitten we eigenlijk? Deze plek ken ik niet. Finally woke up, hey. Ja. Nou, bedankt, Kortje. Part of my job as a ferryman. Nou, dan ben je echt de werelds beste die hier is. Net de rocks. Ja, dat probeerde ook op te mikken. As for me, a little grace like this. Ain't gonna... Ja... Juist, ik geloof er één ruk van. Voor mensen vergiftigd. Ja, een beetje zweven voor een tijdje, Frank. Een beetje aan het uitsloven. Lekker bezig. Kijk, demi-humans. Since the patient has been poisoned with Hydra venom. Most she has to live is about 2 days. If we had some hydro humor. Oh shit. We can save this girl. Yeah, but that's impossible now. Hydras are now extinct on El Nido. What's that for bullshit? Invaluable creatures. The blood bones meet every part is valuable. To be Panacea for fairies. In El Nido. Maar was toch een Hydra Swamp? Just to make a quick fortune. Is there no way to find this humor if we could cross the sea to the mainland? There might be a chance, right? Ja, dat is toch de Hydra Swamp? That's not possible. Large vessel. Even if you manage to get there, your chance of finding Hydra humor are bleak. Ah, dus Lynx, ik bedoel, Kit gaat dood. Dokter. Hey, volgens mij heeft hij een oplossing. Vertel, deel, gooi het in de groep. Nothing's been resolved yet. Excuse me, I need to be alone for a while. Okay. What are we going to do? The kid is going to die if we leave her like this. Ja, dat is waar. Maar Hydra's zijn toch extinct? Ja, haal maar even de dokter op, want hij mag niet zomaar weglopen van de patiënt. Dat mag gewoon niet. Wow. Oh la la. Dat kan maar één iemand zijn. Oh shit, dit is Harlequin. Harlequin, wat doe je? Je bent toch links kleine hondje? Oh, wrijf er maar in. Nee, we laten iedereen leven. Leven is heel belangrijk. Zeter, I have no business with no chicken hawk. So keep your mouth shut. Why you... Yeah. I'm not so weak as you think...
Yeah, you've got some nerve. You're gonna regret a charge. Yeah, that is dumb. Damn it, where did she go? Ik denk ergens in de lucht. Of ze is daar al. Oh shit, ik kan verdwijnen. Instant transmission. Met de film overzet. Ah. Au revoir, mon ami. Nee, ik wil niet van je dromen. Jij bent eng. She's a loon, what's her deal? She's a Looney Tune. Nee, ze is niet eens mijn vriend. En ik hoop ook niet dat ze ziet als een vriend. Oh, Serge. Zit ze mij van me te dromen? Come on, go talk to her. Doe het wel weer. Ik doe het wel weer, jongens, als jullie niet willen doen. Serge, I'll leave this with you. It's my favorite amulet. Een astraal amulet. Remember what the prophet said. Serge, where did it all start? Where do angels lose their way? Try to remember. Was ik in hell? I'm feeling a bit tired. I'm gonna rest up for a while. Nou, oké, dat kan je mooi doen. Ik ben alleen bang dat je nog steeds gaat sterven, maar ja. You heard what the doc said. There are no more hydras in this world. On top of that, there's no way to get to the mainland. And El Nido isn't that small a place. Yeah, waarschijnlijk wel. Hey, what you gonna do? I don't... Find a way to save her. We gaan haar gewoon redden. Dat is mooi. En we zien alleen maar zwart. By the way, do you even have a clue where to start looking? Nee. When will we start? All we have left is that girl's amulet. Damn, what are we going to do? And when we have some kind of clue? Hey, zeg je weer iets nuttigs? De shaman. De shaman. Wie is de fucking shaman? He knows the power of the dragon god and governs the village. They're like major or chief. Oké, goed. Dan gaan we naar de shaman. Shaman King. Beste anime die ooit was. Voor Nederland, hè. Maar tenminste nog een fatsoenlijke voice dub. En dat is de schaduw van links. Oh. Oh, ik dacht dat het links was. What the fuck gebeurde net? Timmel, what's up to? Ik heb geen idee. What's up? It's just a cat. Strange guy. Come on, let's get going. Het is een schaduw van een kat. Hoe kan je het niet eng vinden? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, yeah, oké. Okay. Dat denk ik ook wel. Ik dacht dat je met ons meeging als partymember. Dat vind ik ook niet leuk. En Funky Boy loopt nog steeds met me mee. Jij hebt niet veel tijd, dat weet ik ook wel. Maar... Hey, daar hebben we. Daar hebben we dokter. Ah. Dus daarom liep je weg. Je vorige keer ging het ook al bij jou mis. En je durft niet de verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Bedai. Ja. Nee. Niks mee te maken. Gewoon doen. Ja. Kom op, Doc. Gewoon doorgaan. Dat is je diepgaand eigenlijk. Hé, hey, ik wil het ding in. Nou ja, laat maar.
Morgen niet de ladder op, hè? En daar is het de Dragon Shrine, als het goed is. Hé, hey, daar hebben we een S. Dus een ingewikkelde shit is dit. Het is een tent met een tweede verdieping. Wat? Was het nou rechts of was het links? Ik heb geen flauw idee. Oh, hier is niet langs. Oké. Okay. Goed. Nou jongens, hier ben ik het deel. In het volgende deel gaan we naar Dragon Shrine. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Welkom iedereen bij mijn Let's Play Chrono Cross. In het volgende deel kwamen we achter dat Kid vergiftigd is door Hydra Poison. En in dit deel gaan we op zoek naar een clue om haar te redden. Want we willen Kid niet dood laten gaan. Nee, nee. Welkom to the Strength Shrine, I'm Stina. Ja, en je ziet er heel lekker uit. Ik kan de Shrine Seeking Assistance. Please don't ask this as Chief Diria. En jij bent waarschijnlijk een shaman. Young, but gentle air about you. There's an odd wind, there's... But... Oh, dus je leest mijn wind. Ja. Yeah. No. But there are always reasons why such phenomena occur. Phenomena. Your only key, my lady. The key that connects your world to this one. So we say it's a dimensional distortion of sorts. Okay, dan gaan we door met this shit. The extinct house that exists in your world. Okay, mooi. Dan weet ik dat ook. En we hebben alleen maar Frank nou momenteel als party member. Ik ben zeer blij met Frank, maar het was beter geweest als we gewoon nog een keer erbij hadden. Maar even. Merk ik monoskill, astral image. Dit is de map. Pas. One sometimes become lost. I pray that your journey be blessed by the guidance of the great six dragon gods. Oh, handig. Waarom spreken mensen nooit fatsoenlijke taal? Fatsoenlijk Nederlands. Wat heb ik nou met de raadsels die hij me geeft? The key of Genesis. En er is ook een map, maar ik kan die map niet bereiken volgens mij. Status, equipments, equip, items. Okay, ik wil iets proberen. Ik weet niet of dit slim is van mij, maar ik wil even iets proberen. Okay, staan we in de Records of Fate? Nee, moeten we deze hebben? Teleporten. Ik dacht dat ik het ding ook kon gebruiken om naar de worldmap te gaan, maar ik had het dus mis. Handig. Dus we kunnen alleen maar naar de worldmap als we weggaan. En naar de overworld gaan. Jammer. Dat is een spijtig. Hey, kijk, een insect. Nee, ik wil nog niet teruggaan naar Kortje. Ik wil even kijken hoe het gaat met de dokter. Ja, het is een beetje zeer ingewikkeld spul. Ik loop overal maar heen en weer en zonder enig vaste doel. Ik weet het ook wel. Hé, hey, waar is het dok naartoe? Dok, dok. Dokter. Welkom, it's Smash Up. Feel free to relax.
Hi Boyer from the mainland. Hey, daar ben ik naartoe moet. Oh, there are no Hydras. Nou, dat wou denk ik zeggen daar. En toen liep ik alweer, dus ik denk dat zij there are no Hydras there. Verkoop je iets? Oké, upgrade mijn equipment maar. Heb ik al een bronzen glove, bronzen dagger, bronzen zwaard. Hey, wat geven we? Fixbaar, stop uit. Goed, dan geven we maar Frankie Boy even een goed nieuw wapen. Ik ben klaar op kortje. Ready anytime. Go. Are you really sure? I'm ready. Laten we gewoon gaan. Ik heb het spel niet vaak. Doe ik dat weer? Ik heb het spel niet zo vaak. Ik heb nooit echt compleet gespeeld. Maar. Als er nog wat dingen te doen waren. Nou, dan heb ik dan spijt gekregen. Maar ja, boeit me niet. Ik wil gewoon verder. En ik ben gewoon een badass, dus ik ga gewoon op de freaking boot gewoon staan.